De organisatie Rijnstad geeft dit jaar aan zeker 750 personen schuldhulp. En als zich meer mensen melden, heeft de gemeente daar geld voor. RTV Arnhem sprak met directeur Lucien van der Brand. Vanaf 1 januari bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de zogenoemde activerende schulddienstverlening. Maar hoe gaat dat eruit zien? Nou, wat we gaan doen is voor mensen in Arnhem die ondersteuning nodig hebben bij problematische schulden, die gaan we ondersteunen, begeleiden daarbij. En dat is eigenlijk het werk wat we voor een belangrijk deel nu ook al doen. Maar we gaan het dan voor een grotere groep doen. Het budgetadviescentrum, oftewel het BAC, deed dat voor 1 januari, nog in samenwerking met de gemeente. Maar stoppen zij er nu mee of krijgen ze andere taken? Ja. Het BAC is onderdeel van de gemeente Arnhem, budgetadviescentrum. Zij stoppen met dit deel van het werk, dus het stuk begeleiden van cliënten bij schulden. Deden wij voorheen allebei. Een gedeelte deed het BAC, het gedeelte deden wij. En wij gaan nu alleen dit deel doen. Zij blijven nog wel het zogenaamde technisch gedeelte doen. Dat blijven wij het BAC in ieder geval voorlopig. Heeft deze beslissing van de gemeente te maken met de deskundigheid van de Rijnstad? Of spelen de bezuinigingsoverwegingen van de gemeente hierbij een grote rol? Ik denk en ik hoop deskundigheid van Rijnstad. Hè. We hebben het, zoals ik net al zei, de afgelopen jaren uitgevoerd. Heel plezierig om te lezen in rapporten van de gemeente dat naar tevredenheid is. Dus bezuiniging is volgens mij niet direct een aanleiding. We zitten wel altijd met organisaties als de onze in bezuinigingen. Er is steeds minder geld en er zijn toch nog steeds meer problemen. Maar gaan de medewerkers van het BAC ook mee? Ja, de bedoeling is dat de medewerkers die dit deel van het werk nu uitvoeren bij het BAC, dat die overgaan naar Rijnstad en dat ze dus werknemer worden bij ons. En dus ook het werken, ja, mens volgt werk, is dan het principe, hier weer uit gaan voeren. Hoeveel geld is er beschikbaar voor dit project? De totale schuldhulpverlening zonder het technische deel is dat 1,6 miljoen. Daar zitten eigenlijk twee onderdelen in. Wijkteam, die het voorste gedeelte uitvoeren, intake en dergelijke. En dit deel, wat nu bij Rijnstad plaats gaat vinden, ongeveer de helft, iets meer naar het wijkteam en de rest gaat naar Rijnstad. En u gaat ook personeel leveren aan de nieuwe Arnhemse wijkteams. Maar waarom is dat nodig? En wat is de functie van de wijk? De wijkteams zijn voor de burgers in Arnhem de plek waar iedereen met een ondersteuningsvraag eerst contact heeft. De bedoeling is nadrukkelijk dat dan de wijkteams gaan kijken wat is er precies nodig en wat kunnen mensen zelf, hoe kunnen we daarbij ondersteunen. Ons maatschappelijk werk, dus het maatschappelijk werk in Arnhem van Rijnstad, is dan helemaal over naar de wijkteams. En een stukje schuldhulpverlening krijgt daar ook plek. Het budgetbeheer en de schuldregeling gaat in de loop van dit jaar ook naar een externe partij. Komt u daar ook voor in aanmerking? Dat hopen wij. Dit college heeft besloten dat, omdat wij het werk al deden, dat de begeleiding, zeg maar, de ondersteuning van mensen onderhands enkelvoudig naar ons komt. Zo heet dat, hè? Dat mocht op deze manier. Het andere deel doen wij nog niet. Dus de gemeente is aan het uitzoeken of dat ook naar ons kan. Of dat aanbesteed moet worden aan meerdere partijen. Wij hopen van harte dat het één totaal wordt. Wij denken ook dat dat prettiger is voor mensen als het in één hand is. Er wordt een schatting gedaan dat er 1800 mensen zich gaan melden het komende jaar. Is daar plek genoeg voor bij Rijnstad? En zoals ik net al zei, de melding gebeurt niet bij ons, dat gebeurt in de wijkteams. Die 1800 is inderdaad, wat u zegt, gebaseerd op getallen uit het verleden. We hebben de afgelopen jaar een stijging gezien, maar die 1800 lijkt wel een realistische inschatting. En de inschatting is dat 750 mensen ondersteuning daarbij nodig hebben met een traject zoals wij het uitvoeren. Ja, voorlopig gaan wij ervan uit dat het voldoende is. Als het niet voldoende is, ja, dan gaan wij ons wel melden. Omdat ook de gemeente vindt dat mensen zonder steuning nodig hebben, daar een beroep op moeten kunnen doen. Dus dat gaan we zien, we gaan het ervaren. Vroeger dachten we, iedereen moet schuldenvrij worden. En iedereen kan in een schuldenregeling. Nou, inmiddels weten we al lang met elkaar dat niet voor iedereen haalbaar is. Dus we gaan heel nadrukkelijk kijken welke mensen kunnen we proberen in een soort stabiele situatie te brengen. En hoe kunnen we zorgen dat zij zelf dat ook zo houden. En er zijn ook mensen waarbij de doelstelling schuldenvrij is. Dus ieder mens wordt ondersteund op het maximaal haalbare en zoveel mogelijk zelf doen. Campagnes als Ik kan het zelf hebben we de afgelopen periode gehad. Voor sommige mensen is het daarna genoeg als er een soort waakvlamcontact is, waarin ze nog een keer als het dreigt mis te gaan terugkomen. En voor anderen is het nodig dat de hele administratie overgenomen wordt.